Oké, welkom bij deze nieuwe tutorial. En ja, terwijl ik toch bezig ben met scripts, zou ik eerst en vooral firewall rules willen aanmaken die we dan door middel van een script kunnen aan- en uitzetten. Goed, ik ga eerst naar IP, firewall, en ik ga hier twee nieuwe firewalls aanmaken om een Layer 2 tunneling protocol met IP secure verbinding te kunnen maken. En we gaan deze twee rules, want we moeten twee rules aanmaken, gaan we in- en uitschakelen. Dus ik ga eerst de firewall rules aanmaken. Dus dat gebeurt hier in de input chain. Protocol. UDP en als destination port hebben we 500, de 4500 en 1701 nodig. De in-interface list is de one. Action accept. En als command gaan we L2TP IP secure gaan ingeven. Dit ga ik alvast kopiëren. Dus oké, apply, oké. Een tweede rule dat we gaan aanmaken is terug in de input chain. Het protocol is IP secure ESP en de in interface list is terug de one. En we gaan ook deze verbinding gaan accepteren. Goed, als comment gaan we eveneens L2TP IP secure gaan ingeven. Oké, apply. Oké. Het zijn dus de twee nodige firewall rules die we gaan aan- en uitschakelen. En dat kan met iedere firewall rule natuurlijk, of bij NAT of Mango rules. Dat is allemaal hetzelfde. Maar om het juist te doen, gaan we hier deze voor de eerste blokkering zetten in de firewall rule. Dat is wel belangrijk. Maar niet voor deze tutorial, maar voor een layer 2 tunneling protocol met IP secure verbinding te kunnen opzetten. Goed, dit gedaan zijnde gaan we nu over naar het script. Dus de firewall rule gaan we hier wat. Oké, dank u voor mijn bericht te delen. Ik ga hier even deze wegplaatsen en ik ga eerst en vooral hier naar mijn website wirelessinfo.be Microtik script. En hier kan je allemaal soorten scripts gaan zien en uitproberen. Goed, dus hier nummer 7. Dus schakel door middel van dit script firewall rules in en uit. We gaan dat in twee fasen doen, namelijk eerst system script. We gaan eerst de scripts gaan kopiëren. We gaan naar new terminal. En als we naar system script gaan, ga je deze hier zien verschijnen. Ik ga deze script hier gaan inplakken. En klik hier even met het pijltje op en klik op Enter. Goed, dat zijn de twee scripts die we hebben aangemaakt. Ik ga deze hier even aanklikken. Oké, goed. Dus de naam hier moet overeenkomen met de commentaar hier in de firewall. Deze moet dus gelijk zijn aan deze hier.
Oké. Dus als je nu het script gaat runnen, dus disable, gaat die al gedisabled worden. Dus het andere script gaat terug enabled worden, kan je terug al het script even gaan proberen. Maar we gaan nu gebruik maken van schedules om dit script te laten automatiseren. Oké, goed. We gaan even terug naar een website. En hier is het script van de schedules. Dus we gaan deze nu gaan kopiëren. Dit gaan we hier al wegdoen. En eerst en vooral moet je even kijken of de klok hier in orde staat. Bij mij staat dat hier in orde. En als deze bij u niet in orde staat, moet die naar System, SNTP Client. En deze staat hier inderdaad nog niet juist. We gaan een IP-adres ingeven. Enabled. En de klok staat juist. Goed, oké. Wat gaan we nu doen? We gaan gewoon hier in New Terminal gaan we deze code die we juist hebben gekopieerd, gaan we in New Terminal gaan kopiëren. Zo. Klik hier even met uw pijltje op en klik op Enter. Dat gaan we hier wegdoen. En als we nu naar System, Scheduler gaan, zie je hier de twee schedulers. Inschakelen, uitschakelen. Dus we zien hier nu dat deze ingeschakeld is. Dus gaan we nu eerst even disablen. Dus ik klik hier even op disable. En de naam van uw script, dus System, Scripts. De naam hier moet dezelfde zijn dan hier, anders gaat het niet werken. Want deze naam legt de link naar dit script. Oké. Dus we zetten het uur juist. Ik heb hier nu 22 uur. Maar ik ga even kijken op de klok. System. Klok. Het is nu 13 uur 34. Dus hier ga ik 13 uur 35 nemen. En interval 1 dag. Oké, apply. Oké. En op 13 uur 35 gaat deze twee firewall rules gedisabled worden. En dat kan je ook met andere firewall rules of zelfs met het in- en uitschakelen van bepaalde interfaces. We zijn er bijna. Oké, zo. Deze is uitgeschakeld. Maar voor uit te schakelen, bijvoorbeeld tijdens de kantooruren, kan je 22 uur. Het zijn wel zeer lange dagen, maar goed. Het is maar een voorbeeld dat ik geef. En voor terug in te schakelen, kan je 's morgens 8:30 bijvoorbeeld deze terug gaan inschakelen. Dus we gaan het even proberen. Dus we gaan eerst naar System, klok, voor de klok te lezen. Ja, ik heb hier de klok veranderd. Dat is ook de bedoeling niet. Goed, oké, ik ga ze laten staan. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik deze hier veranderde. Goed. Nu gaan we gaan enablen.
Oké, de tijd is hier terug gesynchroniseerd. Ik had hier een vergissing gemaakt. In plaats van hier het uur juist te zetten, heb ik deze op de klok veranderd. En dat is ja, de bedoeling niet. Dus nu gaan we naar Enable. En we zien de klok 13:37. Ga ik bijvoorbeeld 13:38 gaan nemen. En op 13:38 gaat die terug gaan ingeschakeld worden. Dus die vergissing met de klok mocht je vergeten. Oké. Dus dit is het script aan, uit, dagelijks. En hier ga ik deze nu wijzigen. Dus disabled om 22 uur bijvoorbeeld. In plaats van de klok daar juist. En hier om 8:30. Oké. En hier zie je nu de next run. Dus de volgende keer dat hij gaat runnen is de 2 augustus. Morgen om 8:30 gaat hij terug gaan enabled worden. En hier van de avond, hier nog van de avond, de 1 augustus, gaat die gedisabled worden. Daar moet je op letten als je een stroomstoring hebt, dat deze nog altijd gelijk lopen. Oké, dat was het voor deze tutorial. Ik hoop dat je hier iets aan hebt en ja, tot de volgende tutorial.